Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Je kent het vast wel, spreekwoorden en gezegdes. Je hebt het zelf allemaal een keertje gebruikt. Of anders heb je het wel eens gehoord bij je ouders of je opa of oma. Maar hoe zal het eruit zien als je die in het echte leven uitbeeldt? En wat betekenen ze eigenlijk? Ik ga ze nu voor jullie uitbeelden. Met de neus in de boter vallen. Door geluk rijk worden. Wat de boer niet kent. Dat vreet hij niet. Alleen dingen eten die je wel kent. Wie de schoen past, trekt hem aan. Wie schuldig is, mag zich aangesproken voelen. Men kan geen ijzer met handen breken. Men kan het onmogelijke niet doen. Niet geschoten is altijd mis. Als je het niet probeert, dan lukt het nooit. De kat. Uit de boom kijken. Een afwachtende houding aannemen. De appel valt niet ver van de boom. Kinderen lijken vaak... op hun ouders. Ja! Tijd is geld. Zaken snel mogelijk voor elkaar krijgen is het goedkoopste. De hond in de pot vinden. Te laat zijn voor het eten en alles is al op. Eieren voor je geld kiezen. Met minder genoegen nemen dan je eerst wilde. Wie het onderzetten kan wil hebben, krijgt de deksel op zijn neus. Wie altijd het uiterste wil, krijgt uiteindelijk niets. De aap komt uit de mouw. Nu komt de waarheid boven de tafel. Een kat in de zak kopen. Een miskoop doen. Helaas hebben we dat allemaal wel eens. De vinger op de mond leggen. Beloven te zwijgen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Dus daarom ga ik nu snel verder met deze video. Maar ik wil weer even dat blauwe duimpje omhoog. En dan kunnen we nu verder kijken hoor. Onder de plak zitten. Onderdrukt worden door iemand anders. Men mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Je mag niet klagen over iets dat je gratis krijgt. De handdoek in de ring gooien. Het opgeven. Slapend rijk worden. Makkelijk rijk worden. Met je mond vol tanden staan. Erg versteld van staan en niet weten wat je moet zeggen. Nou, dan waren dit alle spreekwoorden. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat even weten welke je het leukst vond. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei! Beetje warm. Ik hoop wel dat ik niet onthoofd ben. Ik onthoofd? Dat werkt niet. Ja. En waarom doe je dat dan? Rotte komkommer. Het is nog nat, heel. Waar zie je? Oh, hier zie je. Beetje schuim. Yo, het voelt best grappig eigenlijk. Zo ga ik kijken. Ja, wat doe je dan? Onder de plak zitten. Wow, geef maar. Je mag een gegeven.
ben je aan het doen? Nee, ik kijk er alsnog in. Hoe ga ik dat doen? Is het goed? Ja, zag je mijn hoofd? Zie je mijn hoofd helemaal niet, Jamie? Waarom zag je dat niet? Waarom moest je dat zien? Nou, weet ik niet. Als het duidelijk is dat ik niet dood ben, maar dat ik aan het slapen ben. Dus onder het bed 21 briefje. Ik weet niet waar ik naar kijk. Slapend, rijk hoor. Nee, makkelijk. Vroom. Thumbnail dingen. Ja, moet je wel even je hand wegdoen. Oh, die lag juist wel mooi. Ik wil wat opnemen. Ja. Oké, okay. We gaan opnemen. Kinderen lijken vaak. Ja. Het zijn kindjes. Ja. Sst. Ja. Oké. Okay. Zeg maar goed. Nee. Nou, ik kan niet zo vast zitten. Kinderen lijken vaak. Ze fietsen nou weg.